zeggen, Jan, wat hebben we vanavond gezien? Nou ja, sowieso een goede tegenstander. Maar ja, gewoon onvoldoende wat wij hebben laten zien. Ik denk dat we heel moeizaam begonnen. Probeerden wat druk op te krijgen, lukte ook een paar keer, maar dan speelden we het slecht uit. Hun werden natuurlijk gevaarlijk in de omschakeling met veel snelheid, goede spits. En aan de, hun rechterkant, onze linkerkant, de jongen aan de binnenkant en aan de back wat hoger. Ja, eigenlijk in de fase dat ik het gevoel had dat we iets meer controle kregen, iets meer balbezit kregen, ja, krijgen we een eigen goal tegen. Nou, dat kan wel gebeuren, dat is een persoonlijke fout. Maar daarna zijn we het kwijt. Ja, en dat is natuurlijk niet nieuw. Dat is terugkerend proces. Als we voorkomen, dan loopt het vaak goed af. Als we achterkomen, loopt het vaak fout af. Maar ja, dan wordt het 2-0 op zich denk ik door een mooie goal van hun. Kunnen we ook beter verdedigen hoor, want dat is een lange bal. Een hoge voorzet, lang onderweg. Dus daar kan van alles veel beter. Maar oké, credit voor hun. Die jongen die gaat ook naar de treffers, mooie speler. Dus dat is een aanwinst voor de tweede divisie sowieso. Maar ja, dan krijgen we natuurlijk een penalty. Die missen we ook weer. Dus eigen goal en een penalty. Nou, dat is mindset, dat is al niet best. Probeert in de rust toch te corrigeren met elkaar. Met een aantal wissels. Iets andere bezetting. Mike had natuurlijk donkergeel. Dus even wisselen uit voorzorg. Dat je niet met 10 man komt te staan. Gerwin even in bescherming genomen naar de goal. Want je weet nooit wat dat mentaal doet. Die jongen deed trouwens voortreffelijk. Ja, want nummer 11 was na rust vele malen dreigender dan voor rust. Dus een compliment aan Gerwin zelf. Heb ik hem ook uitgelegd in de rust. Soms wist hij niet altijd omdat iemand slecht is. Ja, dan kom je de kleedkamer uit. Ik denk met goede intenties. Ja, en dan leg je de 3-0 gewoon klaar. En dat is dan de derde nekbreker. Eigen goal, penalty miss en de 3-0 weggeven. Ja, toen hebben we eerst denk kwartier, 20 minuten aangekeken. Wat moet je doen? Ja, en je moet dan, kijk, 3-0 was tegen deze goede ploeg te veel. Ja. Dan moet je toch van bank, nou, probeer je. En nou, als we 3-1 hadden gemaakt, we hebben 2-3 kansen gehad. Ik denk de kant van Monkau heel groot, het schot van Bradley. En ik denk nog een situatie met Kai en Sterling met een kluts. Ja. Als je 3-1 maakt, dan kun je hem daarna dichtzetten en dan ga je zaterdag verder. Ja, maar dat is toch wel een beetje het verhaal van dit seizoen, toch? Dat de ballen aan de verdedigende kant er vrij feilloos invliegen en dat ze aanvallend maar niet tot stand komen. Ja, nou, dat is zo. En, maar goed, uiteindelijk loopt die wedstrijd dan zo. Ja, na de 4-0 knakt er iets. En dan, of het nou 4-0 was geworden, 4-1, 5-0 of 6-0, dat is voor de statistieken. Dat doet er dan niet meer toe richting zaterdag. We laten het hier liggen, denk ik, voor de rust. Met een eigen goal en zeker ook de penalty. Want als je die erin schiet, heb je het geloof terug. Ja. Maar overal vond ik hun gewoon beter. Ik heb het al een paar weken geroepen. We hebben de slechtst mogelijke tegenstander. Ja. 6-0 is misschien licht geflatteerd in de zin van dat er een paar aanwijzbare fouten aan ten grondslag liggen. Maar al met al vind ik, ja, ik kan niet anders zeggen, zeer terecht. En nou ja, onderaan de streep. En je moet nooit direct naar een wedstrijd altijd zeggen wat je echt denkt. Maar dat zeg ik toch. Ja, reken ik het mezelf aan in die zin. Ik ben gekomen om te handhaven en dat is niet gelukt. En ja, dat voelt toch als falen. En we hebben er alles aan gedaan, ik heb er alles aan gedaan, maar het is mij ook niet gelukt. Dat is, nou ja, dat is gewoon slecht. Ja, hoe kijk je terug naar jouw periode vanaf februari tot dan nu wat dat betreft? Ja, onderaan de streep is voetbal een resultaatsport. Ja. En dat is gewoon slecht. En aanwijsbaar dat de dingen beter gegaan zijn. We hebben meer punten gepakt, meer gescoord, bla 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 bla. Meer jeugd. Het zijn allemaal verzachtende omstandigheden, maar ik ben wat dat gaat door mijn vader opgevoed. En die was altijd wat directer. En nou ja, onderaan de streep is dit gewoon slecht. Slecht van de groep, slecht van mij, slecht van de staf. Wij met elkaar moeten beter presteren. Hebben we niet gedaan. Kun je wel zeggen, ja, maar ja, dan, jij bent pas in maart begonnen of in februari. Allemaal onzin. We hebben dit met elkaar gedaan. Onderaan de streep ben ik daar verantwoordelijk voor. Ja, hoe je het ook bent of keert, ik voel dat ik gefaald heb. En daar praat niemand mij van af. Ik wist dat het zwaar zou worden. Ik denk ook dat we misschien, als we alles goed gedaan hadden, hier ook verloren hadden. Maar op deze manier verliezen, ja, daar zijn geen woorden voor. Wat zeg je dan achteraf nog tegen de jongens? Want die liepen natuurlijk naar de supporters toe. Heb je eens nog wat tegen ze kunnen zeggen? Of liepen ze uit hunzelf, voordat je ze uitgebond kon spreken, naar de kant toe? Nou, dat deed Wessel geloof ik wel goed. Die nam ze even mee. En wat ik zo hoorde was de woede. Maar ik kan geen supporters opnoemen die blij zijn naar nederlaag. En zeker niet naar 6-0? 6-0. En zeker niet als er handhaving op spel staat.
ik persoonlijk vind niet dat ze er niks aan gedaan hebben. Ik denk onderaan de streep dat het een kwaliteitsverhaal is. En iedereen heeft gezegd van IJsselmeervals moet weer gaan bouwen. En misschien is dat zo, hè, maar op dit moment voelt dat niet zo. We zijn in principe gewoon gedegradeerd, officieel pas zaterdag denk ik. Maar voor mijn gevoel is dat nu al het geval. Ja, dan trek ik mezelf aan. Hoe ga je dan zaterdag die wedstrijd aanvliegen? Want je zegt al van nou, de kans is niet zo groot dat we daar nog een groot resultaat gaan boeken op eigen veld. Maar hoe ga je dat dan wel aanvliegen zaterdag? Nou, we gaan gewoon aanvallend voetbal spelen. En één ding kan ik wel weggeven. Ik ga met jongens spelen die volgend jaar blijven. En ik ga met jongens spelen uit de eigen vereniging. Dus die twee dingen die kunnen ze terug verwachten zaterdag. En als er nou één club is waar je naar alle steun van de supporters moet zorgen, in ieder geval op een waardige manier die laatste wedstrijd probeert uit te spelen, dan is dat IJsselmeervals. En dat zal zwaar worden, want ik geloof niet dat er geen speler is die op dit moment niet teleurgesteld is. Maar ja, je hebt toch ook nog een klein beetje eergevoel in je bliksem. En tenminste ik wel. En ik vind dat ze in ieder geval zaterdag moeten aantonen dat ze uit het juiste hout gesneden zijn. En dan kun je misschien het resultaat niet meer rechtzetten. Maar je kunt nog wel een klein beetje ballen tonen, om maar zo te zeggen. Met enige waardigheid zaterdag proberen het veld af te gaan. Dankjewel, Gert-Jan. Alsjeblieft.